Als we het hebben over 17e eeuwse meesters, dan kan natuurlijk Frans Hals niet ontbreken. Dit portret heeft hij gemaakt in 1622 en het is een huwelijksportret. Het huwelijk wordt hier gevierd van Bea en Isaac. En Bea, Beatrix van der Laan, is een burgemeestersdochter en ze is getrouwd met Isaac. En Isaac Massa is een hele rijke koopman. Zij is hier 30. En hij is 54, wat dat betreft 24 jaar verschil, maakt niet uit, want de liefde bloeit hier. En kijk eens hoe relaxed ze op dit schilderij staan. Ze kende Frans Hals ook, dus wellicht heeft dat bijgedragen aan deze relaxte sfeer. Want de meeste schilderijen uit de 17e eeuw, daar staat iedereen vrij stijf en strak op. En hier zien we echt een losse houding. Maar het schilderij staat vol met symboliek. Hier zien we bijvoorbeeld een klimop. En die klimop die wil als symbool zeggen, hou vast en standvastigheid. Hier onder in de hoek zien we een distel en de distel heeft als naam mannentrouw. En dan zou je zeggen, wat is mannentrouw? Nou, mannentrouw is een hele lastige distel, want hij bloeit heel kort, maar hij blijft heel lang plakken. Maar hier zie je ook haar vinger en op haar vinger hangt de ring. En de ring is het eeuwige verbintenis die nooit verbroken wordt. En het feit dat Isaac hier zijn hand op zijn hart heeft, wil zeggen, ik heb mijn hart verpand, gegeven aan Beatrix. Maar ik wil jullie ook wijzen op de liefdestuin. De liefdestuin die aan deze kant geschilderd is. Want daarin zie je ook weer allemaal symboliek. Hier zie je bijvoorbeeld paardjes staan. Mensen als koppel. Twee mensen lopen daar. Maar hier zie je ook twee pauwen. En die twee pauwen horen ook bij elkaar. In de lucht vliegen twee vogels. En deze vieren allemaal het feit dat met z'n tweeën het altijd veel leuker en veel beter is. Hier staat ook een standbeeld. En dat standbeeld is van de godin Juno. En zij is de godin van het huwelijk. En om de vruchtbaarheid aan te geven, is er een grote fontein geplaatst in het midden van de tuin. Maar er is één dingetje waar ik me aan erger in dit schilderij. Bij die tuin ook. Dat is deze horizon. Ik zal het eventjes accentueren met de animatie. Kijk, dit is het schilderij. Ik vereenvoudig het eventjes. Ja, nu gaan de personen weg, de bomen weg en nu houden we die tuin over. Hier zien we dat die horizon heel scheef is. Die had eigenlijk zo gemoeten. Maar ja, het ziet er nu zo uit. Ik wil de meester natuurlijk niet aanvallen, maar ik vind het wel heel gek dat hij die horizon zo scheef heeft. Nou, misschien moet ik het gewoon voortaan zo ophangen. Nou ja, dit is natuurlijk een neppert, want in het museum, daar zie je het echte werk. MUZIEK